Hey Barbara, wat was de aanleiding van het project Omgaan precies? Samen met Shida, de wijkcoördinator, was er een situatie op Anne van Rijn. De bewoners ervaarden overlast van de jongeren. Ze waren in zekere zin ten einde raad. Hoe gingen we hier een oplossing aan geven? Wij zijn ingevlogen als All One omdat wij sociaal-artistieke interventies doen. Wij hebben de leerlingen met de bewoners samengebracht door middel van een audioroute. Gebaseerd op een gemeenschappelijk onderwerp, namelijk kattenkwaad. Net een variant van overlast. En zo is er een project verankerd in de wijk. En zijn er ook helemaal geen meldingen meer geweest van overlast sinds dat project. Wat was de allereerste indruk toen je zelf kwam en de contact die je maakte met de mensen die er woonden? We hebben een hele grote verkenning gedaan, want ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon een grote verkenning te doen van wat er speelt, wie er is. Buiten is dat er heel weinig te doen is, er gebeurt niks en dat is ook echt onze bevinding geweest. Dus fysiek ook, als elke keer als we kwamen, dan was er bijna niemand op straat. Er werd er niet heel veel gespeeld en voelde je ook dat er geen verbinding was. Dus dat was je allereerste bevinding. Ook gedurende het traject bleef dat wel een beetje zo, als je op straat was. Dus de uitspraak, er is hier niks, was wel op zijn plek? Ja. Een soort olievlek? Wat heel belangrijk is, de sleutelfiguren, dat ze op een laagdrempelige manier binnen kunnen komen. Dus dat was een gezondheidsdag, wat we hebben georganiseerd. En niet gezondheid alleen fysiek, maar ook mentaal, emotioneel. Verschillende facetten van positieve gezondheid hebben we ingezet. En daar hebben we bewoners voorbij gehaald. Zo heeft een van de bewoners heeft een meetinstrument. Zo hebben we een creatieve coach hebben erbij gehaald. En toen kwamen Ietje en Mijne binnenwandelen. Die gaan we zo ontmoeten. En Ietje en Mijne die waren nieuwsgierig. Dus nieuwsgierigheid zeker. En toen ben ik met hun een zet- en stapspel gaan doen, waardoor eigenlijk een idee wat ooit ergens in hun hoofd dwarrelde, heb ik wat vorm gegeven en handvatten gegeven, hoe kan je dat gaan doen. En die ideeën zijn we verder gaan uitwerken en die zijn ook permanent geworden, want het was namelijk een fietsclub. Mijne wilde heel graag aan de slag met de fietsclub. En we hebben hem eerst daarin gefaciliteerd en daarna met warme handen overdracht gedaan naar de buurtsportcoach. En dat is echt ook een fietsclub geworden. Ja, bijna. Je kan wel spreken van een succes. Dus zeker. Als je de sleutelfiguren vindt in de wijk, dan... En hun passies ontdekken. We hebben een Ria. Die hebben we ook bij de gezondheidsdag ontmoet. Dat is een evenement, heel belangrijk, van waar je sleutelfiguur uit haalt. En haar passie is onder andere natuur en groen. Haar man, onlangs overleden, was bioloog. Zij zat in een rouwperiode, dus gewoon haar tijd gegeven. Maar uiteindelijk is ze dus bij het laatste traject van Blokhoeve Omgein, is ze betrokken geweest bij de plant en bak. Daar gaan we het later over hebben. En zij ontfermt zich over de plant- en bakroute. Dat is haar kindjes heeft meegedacht. We hebben haar gevraagd alle planten die je denkt die goed zijn het hele jaar door en die onderhoudsvriendelijk zijn. En die gaan we kopen. Dat hebben we gedaan en die hebben we samen gezaaid. En toen kwamen er andere kids erbij, Ginny en Jasmijn, ook echt sleutelfiguren. Die geven heel vaak water aan de plantenbakken. Ria die ontfermt zich over die gezien. Dat een deel opgeblazen is. Ik kan hem ook later op. Je kan ontmoeting in een wijk als Blokhoeve kan je niet forceren. Evenementen organiseren, top. Maar daarna is het aan de mensen zelf om naar die evenementen te komen. Een plantenbak is het faciliteren van ontmoeting tijd. En vanuit een wens vanuit de wijk. Dus de wens naar meer groen. Die plantenbakken die staan daar, die zijn gevuld met de wensen van de wijk. En de mensen uit de wijk die zorgen dat die bakken ook onderhouden worden. Maar allemaal in hun eigen manier ze langslopen. Dus dat is zeker een grote les
fysieke ontmoeting in een wijk als Blokhoeve, nogmaals, kan je niet forceren, maar kan je wel faciliteren. Er is een heel proces geweest. We zijn eerst zijn we de verkenning ingegaan. Dus we hebben allerlei manieren die op maatwerk die goed waren voor de bewoners zelf. Dat van open inlopen middagen met mindmaps maken over ideeën. Tot deur aan deur en met cupcakes mensen gaan paaien met de kinderen. Idee van de bewoner. Tot Google Forms online als mensen weinig tijd hebben. En zo zijn er diverse manieren geweest om de hele buurt in kaart te brengen. Vanuit die verkenning hebben we een aantal evenementen georganiseerd. Vanuit die evenementen zijn sleutelfiguren gekomen. Niet veel, maar hele belangrijke sleutelfiguren. Met die sleutelfiguren zijn we samen evenementen gaan organiseren en samen het gebied gaan verkennen. En vanuit dit alles zijn er een aantal permanente faciliteiten gekomen, zoals een plantenbak en een paar andere fysieke ontmoetingsmogelijkheden. En dat is eigenlijk het proces geworden. Ontploft? Ja, en niet zomaar. En niet zomaar. Boeken werden geruild, hartstikke leuk, mooi bericht op Facebook. En toen kreeg ik een bericht van de wijkcoördinator, Shida, met foto erbij. Bam! De hele boekenkastje, opgeblazen, ligt nu in Diggelen. De aanname bevestigd van ja, die jongeren zullen wel weer rotzooi trappen. Dat is bevestigd. Dat kan je zien als een teleurstelling. Tuurlijk is het even een teleurstelling, maar dat kan je ook oppakken als een kans. Dus dat is ook wat we nu gaan doen als eindtraject. Namelijk degene die zich ontfermd heeft over die plantenbak. Die gaat vertellen wanneer de jongeren aanwezig zijn. We gaan naar de jongeren toe. We gaan met de jongeren in gesprek van hoe voelt het om hier te zijn in de wijk? Voel je onderdeel van de wijk? We gaan iets vets met jou doen. In dit geval gaan we lekker vuur spuwen, want dat heeft te maken met ontploffen, bakken laten ontploffen. En we gaan lekker met vuur spuwen, lekker stoer. En tegelijkertijd gaan we het hebben over hoe zou jij je wel onderdeel voelen van de wijk. En we gaan met hun het gedicht wat gemaakt is door de wijk, met een gedichtendag hebben we ook gehad, die gaan we op de bakken zelf plakken. En een manier om ze te betrekken en ook de consequenties van hun acties te laten zien. En dan hopen we dan daarna om ze mee te nemen in een volgend traject. Grote les hierin is, neem iedereen mee die in de wijk zich bevindt. Niet alleen maar de bewoners, maar ook de passanten en de bezoekers van de wijk, onderdeel van de wijk. En op hun manier betrek ze dan bij de wijk en in het ontwerp van de wijk. Ja, want je ziet al heel snel dat mensen, de bewoners, of mensen, of de wijkbewoners, hoe moet je het zeggen, dat wijkbewoners het liever de jongeren op afstand zetten in plaats van ze erbij betrekken, omdat ze ze maar lastig vinden. Ja. En jij zegt van nee, niet ze op afstand zetten, maar betrek ze erbij, zodat ook hun plantenbak wordt. Absoluut. En dan, mag ik de link leggen? Ja, ja, leg de link maar. Heel graag. Ja. Met de audioroute, dat is ontstaan vanuit overlastsituatie, klachten en verwijdering van twee groepen zo ver mogelijk uit elkaar. Die hebben we bij elkaar gebracht door een sociaal-artistieke interventie, samen iets creëren. Ook de plantenbak is een hartstikke mooi moment om gewoon weer vanuit een situatie van overlast en vermijding, om ze te brengen in het proces en samen te creëren iets waar iedereen zich comfortabel bij voelt en voelt dat ze iets moois aan het maken zijn. Dat is heel belangrijk. Iedereen onderdeel van het hele proces en de ontwikkeling. Oké. Ja. De aanbevelingen. Er zijn vele aanbevelingen. Die kan je allemaal terugvinden op de website die hieronder zit. Ik noem maar even 3 en dan de rest kan je in alle rust met een kopje thee of koffie, kan je dat zelf bekijken. Aanbeveling is, je kan ontmoeting niet forceren. Je kan, kan je plaatsen en je kan de ontmoeting faciliteren. Het is belangrijk dat iedereen betrokken is bij een wijk. Iedereen op zijn eigen manier. Dus ook de jongeren, ook de VVE, die best wel wat tegenstand heeft geboden. Die willen geïnformeerd worden. Dus iedereen kijken wat heeft iedereen nodig en iets meenemen.
En het is belangrijk om de sleutelfiguren te vinden vanuit hun passie en kracht om met hun samen verder het proces in te gaan en dan weer achter te laten in goede handen.